Goedemiddag. Hey. We staan hier op het einde van de demo om de hoek microfoon, van het wijkcentrum. We staan hier aan het einde van de demo om de hoek van het wijkcentrum Ceintuur, hier in de Gerard Douwstraat. Ook deze structuur die wordt met afbraak bedreigd, want het stadsdeel gaat hakken in de wijk. Van de 1,2 miljoen euro die Stadsdeel Zuid uitgeeft aan opbouwwerk, wordt 6 ton gekort. Dit houdt in dat veel van de structuren hun plek en vaak hun professionele medewerkers kwijt zullen raken. Dit alles met de smoes van economische recessie. Tegenover de miljarden die de overheid verkwist aan prestigeprojecten zoals de Zuidas en de Noord-Zuidlijn. En dichter bij huis, de geplande ondergrondse parkeergarage in de Boerenwetering. De kosten van de nieuwe hyperdeluxe stadsdeelkantoor, terwijl er nu twee prima stadsdeelkantoren leegstaan. Tegenover de ondergrondse vuilcontainers die ons alleen al in dit stadsdeel 14 miljoen euro gaan kosten. 14 miljoen euro voor het plaatsen van ondergrondse vuilcontainers waar eigenlijk geen ruimte voor is en die niet eens goed functioneren. Daartegenover staat de bezuiniging van 6 ton opbouwwerk. Een maatregel die het opbouwwerk de nek om zal draaien. Behalve de verbetering van de leefomgeving door de aanleg en het onderhoud van de watertuinen, het ecologisch beheer in het Savati Park, Geveltuinendag en het nazomerfestival, zorgt het budget opbouwwerk ervoor dat wij, actiegroepen en buurtcomité's, al jaren de kans krijgen om onszelf te organiseren op het wijkcentrum. Groepen zoals de Bomenridders, de werkgroep Verkeer, het huurteam, de Ondergrondse, de werkgroep Gierzwaluwen en de werkgroep Wonen kunnen al jaren rekenen op een professionele begeleiding en ondersteuning. Daarnaast draait een aantal experts spreekuren op juridisch en huurgebied. Ook begeleiden een aantal gedreven medewerkers bewoners in een strijd met huiseigenaren en ambtelijke molens. Zo vormen het wijksteunpunt Wonen en het huurteam de stormram van onze huurders, wiens rechten het keer op keer afleggen tegen economische belangen. Of het nou juridische ondersteuning is of expertisekennis op bouwkundig of milieugebied, hulp bij het schrijven van persberichten of het wegwijs maken in procedures, wijkcentra zijn al jaren de ruggengraat van burgerverzet. Deze vormen van burgerverzet en zelforganisatie om invloed uit te oefenen op onze omgeving zijn de meest directe vorm van democratie die ons momenteel op wijkniveau ter beschikking staan. Het wijkcentrum en al haar structuren werken al ruim 40 jaar aan het vergroten van de directe democratie. En daarvoor moet voor gevochten worden. Want dat dit stadsdeel het wijkcentrum liever kwijt dan rijk is, dat mogen duidelijk zijn. Bestuurders hebben het namelijk niet zo op directe democratie. Toen 2 weken geleden de buurtbewoners van de Pijp hun zorg over de plannen bij het stadsdeel gingen inspreken, zaten de wethouders ongeïnteresseerd hun krantje te lezen. Nu deze schijninspraak natuurlijk weer blijkt te falen, zullen we een hardere campagne moeten voeren. Kijk op www.hakkenindewijk.nl voor meer info. Want wij zullen niet met ons laten sollen en knokken voor wat ons toekomt. Ja! Yeah!